Ja, een beetje tumult, maar dat heb je vaak bij dergelijke wedstrijden. Belang is groot, het gaat om de bekerfinale. Dan weet je dat er wat spanning bij alle partijen zit en dan kan er wat tumult bij komen natuurlijk. Had je deze uitslag op voorhand verwacht? Ja, dat weet je nooit niet. Het kan beide kanten op gaan. Voorwaarts zat vorige zondag een minder goede prestatie, althans een minder goede uitslag. En dan kan het de volgende wedstrijd plots andersom zijn, de motivatie kan groter zijn. Plus, een bekercompetitie is anders dan een gewone competitie, dat is in veel sporten zo. Goed, ja, we kijken even naar de eerste helft. Jullie beginnen niet zo heel scherp, maar komen wel mooi terug. Want we gaan tenslotte de rust in met 11-10. Weliswaar in hun nadeel, maar goed. Maar de tweede helft komen jullie weer niet echt uit die startblokken, hè? Nee, het is zo dat wij in aanvangsfase niet scherp genoeg waren. Een paar vermijdbare doelpunten tegen. En dan staat er een kloof van 4 doelpunten. Geleidelijk aan hebben we die weggewerkt. Laat ons zeggen dat de tweede periode in de eerste helft de beter was van ons. Dan krijgen die rust aan het 11-10. Maar in de tweede helft waren we op sommige punten niet scherp genoeg. Wat slordigheden, niet scherp genoeg voor de korf. En het had voorwaarts bij momenten wel, net op de juiste momenten, om terug de kloof te vergroten naar het einde van de wedstrijd toe. Had je dit anders moeten aanpakken, in de zin van wissels of dergelijke, of anders gaan spelen? Nee, ik denk dat wij de goede keuzes hebben gemaakt. We hebben niet zo'n brede kern momenteel. Ze speelt wel een stukje mee. Maar keuzes maken en ze ook voldoende kwalitatief uitvoeren, dat zijn twee zaken. En dat lukt niet altijd. Je kan goede keuzes maken, maar het kan soms net niet lukken. En de tegenstander heeft natuurlijk ook zo'n rol. Nu goed, ja, jullie grijpen weer naast een titel, jammer genoeg. Ik vermoed dat je nu al volop bezig bent om toch nog die laatste titel dan weliswaar eens in de weg te slepen. Hè? Ja, daar zijn we eigenlijk niet zo mee bezig. We zijn vooral bezig om een stukje te bekomen van de zaal. Om te bouwen op langere termijn. Omdat we ook weten dat we nu een beetje smal zitten, iets minder kwaliteit hebben. Als je eraan druk op gaat leggen, dan heeft dat een averechts effect. Op veld staan we met 4-4 bovenaan, dat is goed. Maar we willen daar geen druk op leggen. We kijken wedstrijd per wedstrijd. En uit de wedstrijd van vandaag moeten we dan leren. En zondag proberen we weer de dingen beter aan te pakken.